Hartelijk welkom, fijn dat jij bent. We volgen vandaag de voetballers van Barendrecht, de Amerikanen van Rotterdam Basketbal. We waren bij de start van de Feyenoord Street League en aan het eind van deze sportclub een openhartig gesprek met Lucas Tanjos, die met zijn hart nog altijd bij Feyenoord is. We beginnen met Jong Oranje, dat speelt vanavond op het Kasteel tegen Slowakije. De return van de uitwedstrijd van vorige week, die won de ploeg van Korpot met 2-0. En bij een gunstig resultaat vanavond, zelfs een 1-0 nederlaag zou nog kunnen, plaatst Jong Oranje zich definitief voor het EK. Het Jong Oranje van de Rotterdamse bondscoach Korpot is erg Rijnmond getint. Assistenttrainer Henk Vrezen heeft een verleden bij Sparta en Feyenoord. Jessen Cabro en Georgino Wijnaldum zijn niet alleen twee ex-Feyenoorders. Ze groeiden ook nog samen op in Rotterdam-West. Kelvin Leerdam speelt momenteel bij Feyenoord. En Gennaro Zeefuik speelde in het verleden voor FC Dordrecht. We hebben nog Jeffrey Bruma en Ricky van Haren. Zij hebben niet alleen bij Feyenoord gevoetbald. Ze komen ook nog uit deze regio. En eigenlijk zat ook nog Feyenoorder Jordi Klaasie bij de selectie. Maar hij werd dit weekend door Louis van Gaal bij het grote Oranje gehaald. Ja, het is voor de jongen natuurlijk fantastisch. En hij heeft de tweede helft bij Slowakije uit heel goed gespeeld. Ja, en ze zitten wat mager in de middenvelders bij het Nederlands elftal momenteel. Ja, dan is het ook logisch dat hij daar naartoe gaat. Want dat blijft altijd nummer 1. Oud-Feyenoorder Ricky van Haren zal Klaasie vervangen. De middenvelder koos er afgelopen zomer voor om zijn aflopende contract in de Kuip niet te verlengen en over te stappen naar VVV. Ja, bevalt wel goed. Alleen de resultaten blijven nog uit. We hebben nog steeds niet gewonnen. Dus dat is wel wat minder. Maar persoonlijk, ik speel nu elke week en ja, dat gaat wel goed. Ja, mis je nog wel eens je oude club Feyenoord? Ja, tuurlijk. Ik kom hier vandaan uit Rotterdam. Het is nu weer mooi om in de buurt terug te zijn. En dat is wel, jammer. Maar voor mezelf, ik kan hier gewoon elke week spelen en laten zien wat ik kan. Dus dat is prima. Ja, en dan de eerstvolgende wedstrijd is toevallig VVV Feyenoord. Ja, nou ja, veel familie en vrienden die al kaarten vragen zeg maar, om die wedstrijd te komen. Dus het wordt een mooie wedstrijd. Een andere speler die Feyenoord ondanks verliet is Jessen Cabral. De aanvaller die tegen de Slowaken in de basis zal starten, speelt sinds augustus bij FC Twente. Ja, bevalt goed. Iets rustiger dan ik gewend ben. Maar ja, dat zijn keuzes die je moet maken in het leven. Ik bedoel, ik heb het daar gewoon hartstikke naar mijn zin. Alleen, mijn vrienden en familie zijn er niet altijd, maar die komen wel regelmatig over. Ja, je begint daar steeds meer minuten te maken, maar het eerste doel dat je daar had is nog niet verwezenlijkt, hè? Zo snel mogelijk een basisplaats. Nee, nog niet, maar ik denk dat het een kwestie van tijd is en dat ligt ook gewoon aan mezelf. Ik moet gewoon aan de trainer laten zien dat ik hoor te spelen. Op een nagenoeg uitverkocht kasteel verdedigt Jong Oranje vanavond een 2-0 voorsprong. Want donderdag in de heenwedstrijd scoorde Vitesse-speler Marco van Ginkel 2 keer. Met die stand zou je dus kunnen zeggen dat Oranje eigenlijk al met 1 been geplaatst is voor het EK, volgend jaar in Israël. Dat zou je kunnen zeggen, maar daar moeten we voor waken, dat die gedachte niet het overhand neemt. Dus gewoon volle concentratie de wedstrijd in gaan. Nou, ik kan alleen zeggen dat wij daar heel veel moeite hebben gehad. Zeker de eerste helft. Ze hebben een paar hele grote kansen gehad. In de eerste secondes van de wedstrijd al eigenlijk. Een levensgrote kans. En daarna nog een keer een hele grote kans. Dat Leerdam hem van de doellijn afhaalt. Dus ik ben hier nog niet zo gerust op. Ja, inderdaad. We moeten gewoon scherp beginnen. En niet beginnen zoals we daar begonnen. Toen liep het wel goed af. Maar we moeten gewoon scherp beginnen en dan moet het goed komen. Vanavond dus op het kasteel. Afgelopen zaterdag al won Barendrecht met 1-0 van Noordwijk en loste daarmee HHC Hardenberg af als koploper in de zaterdag topklasse. Nou is het seizoen nog pril, maar voorlopig zien we echt een heel knappe prestatie. Zeker nadat Barendrecht deze zomer fors moest bezuinigen op het spelersbudget. Barendrecht is in de eerste helft met kunst en vliegwerk overeind gebleven in Noordwijk. Dit zijn beelden uit de tweede helft met Yannick Schultz. De rechtsback is mee opgekomen, krijgt alle ruimte, kan gaan schieten. En dan is dit een hele fraaie goal van Yannick Schultz. De oud-Spartaan wordt niet aangepakt en laat Amazerin, de doelman van Noordwijk, kansloos. Noordwijk krijgt dan vanuit een strafschop de ideale gelegenheid om gelijk te maken. Maar Bram Meurs mist, of moeten we zeggen dat Mark Segers, de doelman van Barendrecht, die bal uitstekend stopt. Zegers, de oud-doelman van Excelsior, naar de goede hoek. En hij stelt zo de overwinning voor Barendrecht veilig. Dat koploper blijft van de topklasse. Om te voorkomen dat Rotterdam Basketbal, net als in de vorige seizoenen, kansloos onderaan zou blijven bungelen, maakte de club dit seizoen weer gebruik van Amerikanen. Forward Cameron Eccles komt deze week pas aan, maar guard Anthony Miles maakte afgelopen zaterdag tegen Den Helder al zijn debuut voor Rotterdam.
Anthony Miles is als point guard gekomen. Die doet vandaag ook mee. Die begint vanaf de bank en is ook gelijk zijn eerste wedstrijd hier. Het is een poeltje van verschillende Amerikanen. En nou ja, daaruit zijn ook deze twee namen gekomen. Dus er zijn spelersmakelaars die zich daarmee bezighouden. Ik denk dat we met deze twee spelers toch echt wel versterking hebben voor Rotterdam Basketball College. Very close to my family, and so it was tough for me to just to go. But you know, I have a son back home, and I want to support him. You know, and this is a good start for me. My son is my world. You know, so I just want to make the best for him and give him every opportunity that I didn't have. I didn't have a father around, you know, in my life, and I just want to be there and support him financially. You know, and I had, like I said, I graduated from Lamar, but if I didn't get a scholarship, I wasn't gonna go to school. And I don't want to have that. I don't want it the same for him. I want it to be, if he doesn't get a scholarship, his dad can pay for him to go to school. I'm kind of glad he understands it, you know. Because at first, you know, at the airport, he was crying, you know, daddy don't go. But, you know, it's a sacrifice. You know, that's what life is about. So I just want to make a sacrifice for him and try to make a better world for him. Hij kan zeker het verschil maken omdat hij snel is, hij kan goed penetreren. Dus andere, door hem kunnen de anderen makkelijkere schoten krijgen, begrijp je? Nou, wanneer we die andere grote man wekken, betekent niet dat we ineens de Lakers zijn of zo. Maar we zullen sterker onder het bord zijn. Hij is een inside speler. Dus vandaag, je zag, er waren gemiste schoten en ze waren gewoon in het volleyballen. Weet je, ze hebben 2,10 meter, 2,10 meter. Ja, daar kunnen we moeilijk tegen wekken. Tussen Rotterdam Basketball College en de Den Helder Kings. Eindstand is 72-83 voor de Den Helder Kings. Ondanks die 12 punten van Anthony Miles verloor Rotterdam dus en staat nu na 3 wedstrijden op een niet onverdienstelijke 7e plaats. Gisteren begon de Feyenoord Street League, een straatcompetitie voor kinderen uit Sjaarloos en Feyenoord. De komende weken gaan we de jonge straatvoetballers aandachtig volgen. Te beginnen vandaag met de wedstrijd tussen FC Pendrecht en Plaza 010. Onder deze loodzware omstandigheden moeten FC Pendrecht en Plaza 010 het tegen elkaar opnemen. Plaza 010 heeft de regen al vroeg getrotseerd, terwijl Pendrecht zo lang mogelijk in de auto blijft zitten. Maar tegen 12 moeten ze daar toch echt uitkomen voor de eerste wedstrijd in de Street League, waarbij het om meer gaat dan alleen maar winnen. Als je heel goed gedrag, dan krijg je wel extra punten voor. En je moet niet discussiëren met de anderen. En als je op tijd bent, dan krijg je ook wat punten voor. Niet schelden, gewoon normaal praten. Je moet tegen je verlies kunnen, dus als bijvoorbeeld iemand langs jou komt of zo, dus je niet met je voet ertussen komt of zo, en niet schelden, gewoon sportief. Want het gaat niet om winst, het gaat gewoon om plezier en zo. Wijze woorden, op naar de wedstrijd dan. De ploegen zijn toegesproken door scheidsrechter Cor van der Toor en dan kunnen we beginnen. Onder die barbaarse omstandigheden hier gelijk een glijpartij van Julel. Het zal niet de laatste zijn op het sportpark aan de Rieland-Badstraat. En dan komt Plaza 010 eruit. De ploeg gecoacht door de bekende zaalvoetballer Kenan Kosioglu. Nouri staat helemaal vrij en met een intikkertje zet hij Plaza 010 op een 1-0 voorsprong. En hij wil het weten. Plaza 010 is dan helemaal los. Het schot wordt nog gekraakt. Maar dan kan Nouri schieten en is het raak. 2-0, wat een wilde voor de mannen van Plaza 010. Kan Pendrecht er dan wat tegen inbrengen? Nee, slordig balverlies hoor. En dat wordt afgestraft door Kay. FC Pendrecht blijft het proberen. Oh, een scheidsrechter van de Toor ziet een overtreding in deze sloekduik van Julel. Het zijn natuurlijk ook wel de weersomstandigheden voor een goede duik.
De specialist gaat erachter staan. Kai. Oeh, fraaie trap zeg maar. Een prima redding van Christian die de bal kan pakken. Naar de tweede helft dan. Plaza 0-10 staat inmiddels op 4-0 en kan Pendrecht nog terugkomen. Nou, als Gukai zo doorgaat wel hoor. Mooie goal! En daar zijn ze alweer. De mannen van Pendrecht als een warm mes door de boter snijden ze. En weer een doelpunt van Gukai. 4-2 en de spanning is terug. Maar dan moet Pendrecht natuurlijk niet zo verdedigen. Goeie dipte pas en een treffer, Kay. De 5-2 en uiteindelijk zou Plaza 0-10 met maar liefst 8-2 winnen. 8-2, een prachtig resultaat voor Plaza 0-10. En de teleurstelling bij Pendrecht is te begrijpen. Ze past heel goed, man. Ja. Ze hebben een heel goede tiktak. Ja, natuurlijk een heel goede trainer, hè. Hebben jullie geen goede trainer? Jawel, maar we hebben niet... ja, ik kan niet zeggen. Hoezo niet? Je kan wel zeggen, joh, hij kijkt toch niet. Hij is wel zo'n goede trainer, hè. De trainer is mijn vader. Hopen dat dat geen conflicten tot gevolg heeft aan de keukentafel. Dit zijn de uitslagen uit de eerste ronde van de Feyenoord Street League. Goede zaken gedaan door Barça, Plaza 0-10 en Team Zuid. En ook in de andere competitie 20-8 voor FC Rotterdam. Dat zijn nog eens cijfers. En FC Bloemhof en FC Parel doen ook uitstekende zaken. Volgende week is de volgende speelronde. Terwijl zijn beste vriend Bruno Martins Indy inmiddels basisspeler is van het Nederlands elftal, zit Lucas Tanjos niet eens meer bij de selectie van Jong Oranje. Na een jaar Inter Milaan is de oud-Feyenoorder een illusiearmer, maar een ervaringrijker. En bij FC Twente moet hij nu de hoge verwachtingen gaan waarmaken. Collega Frank Stout sprak met Castanjos, die eigenlijk het allerliefst was teruggekomen naar Feyenoord. Hoe heb je het hier in Twente? Bevalt dat? Ja, zeker. Het is ook natuurlijk niet te vergeten een mooie omgeving. Veel natuur ook en veel rusten. Want het is niet zo net als in Rotterdam dat je een grote stad hebt en dat je overal naartoe kan gaan, maar dat is ook goed. Maar is Lucas Tanjos een liefhebber van flora en fauna? Een natuurmannetje? Nee, dat ook weer niet. Dat ook weer niet. Ik heb ook veel liever de stad, maar dat op en neer rijden, dat is veel te zwaar allemaal. Lazzarino, Modara Croce, la destra. Castagno! Finalmente un cross di piatto. Qua spelen heb je natuurlijk 6 wedstrijden gespeeld in de Serie A, waarvan 5 als invaller. Ja, wat heeft dat met jouw zelfvertrouwen gedaan? Ja, natuurlijk als voetballer op de bank zit, dat is het ergste wat er is. Maar je hebt natuurlijk spelers als Milito, met alle respect. Milito is veel beter nu op mij nu. En natuurlijk op leeftijd, maar die man heeft zoveel kwaliteit. Dat is, die stond er ook verdiend in. Ik had er ook geen bezwaar tegen. Ik trainde elke dag met de wereldtop. En spelers als Zanetti, Sneijder, Milito, ja, kan je maar doorgaan. Dat zijn spelers van wereldklasse. En ik denk dat ik... veel van geleerd heb in 1 jaar. Weinig gespeeld, maar ik denk heel veel geleerd. Als voetballer en als mens natuurlijk ook. Good ball, Castaños! What a start to his Inter career. The 18-year-old who they signed in the summer from Feyenoord. We hebben elkaar vaker gesproken en telkens zei je: mijn tijd komt nog wel, ik moet geduld hebben, maar die tijd is nooit gekomen. Waar ligt het nou aan? Klopt, die tijd is nooit gekomen. Ik weet niet hoe dat komt. Ik denk ook 3 trainers in 1 jaar. Die gaan dan terug ook naar de vastigheid, denk ik. Naar ervaren spelers. Ik denk als het wat beter ging met ons, dat het ook wat makkelijker was voor onze jonge spelers bij Inter. En het is gewoon, het is anders gelopen zoals ik het wou. En dat is gewoon weer een leermoment en moet verder. En dat boek Inter is nu gesloten en klaar.
een Feyenoord gevoel. Ja, het is toch wel de tijd dat ik daar heb gespeeld. Vanaf de jeugd. Het eerste. Mijn goals die ik daar heb gemaakt. En ja, met de jongens natuurlijk ook samen. Dat je vanuit de jeugd samen naar het eerste doorgroeit. Dat is ja, het is heel mooi. En dat je nu de jongens ziet groeien. En jongens gewoon naar het Nederlands elftal doorgroeien. Ja, dat vind ik heel mooi. En daar ben ik ook een beetje trots op. Heel eerlijk, hè, Luc, heel eerlijk. Als je diep in je hart kijkt, hij was toch na Inter gewoon het liefst teruggegaan naar Feyenoord. En dat, die mensen in Twente hier, die zullen het allemaal begrijpen, maar dat, zo is het toch? Ja, het eerste wat ik wou was, verhuurd worden aan Feyenoord. Maar ja, als Inter niet mee, Inter wou niet meewerken. Ja, daarna waren we op deel 2 uit van verkopen. Zijn we weer naar Feyenoord gegaan. Naar Martin van Geel. Martin van Geel zegt ja, wij kunnen dat niet betalen. En ja, dan, ik kan niet stil blijven staan, ik moet door. Ja, dan moet je door met je leven, tuurlijk. Feyenoord ben ik sinds de dag van vandaag dankbaar voor alles. Want waar ik nu sta is ook dankzij hun, natuurlijk, zeker, het grote deel. Maar ja, je moet door en nu speel ik bij FC Twente. En nu ben ik speler van FC Twente. Twente Feyenoord, 4 november. Wat voor wedstrijd wordt dat voor jou? Ja, het wordt een bijzondere wedstrijd. Ja, we moeten gewoon voor de winst gaan en ik denk dat het een hele lastige wedstrijd wordt. Want zelf, toen ik bij Feyenoord speelde, als we naar Twente gingen, Twente had het altijd lastig bij ons. Ik weet wat nou mooi is, je hebt nog steeds over ons en over wij. Ja, dat het gaat automatisch gewoon. Ga je juichen als je scoort? Nee. Daar heb je al over nagedacht? Ja. Waarom niet? Nee, zoals ik zeg. Waar ik nu sta en waar de club mij ook naartoe heeft gebracht, de club Feyenoord, ben ik ze tot van de dag van vandaag dankbaar. En natuurlijk, ja, er komt een fluitconcert, dat weet ik. En, maar ja, voor respect naar de mensen die mij elke week, elke dag daar hebben getraind en dan juich ik niet. Met respect voor hem. Amen. Alsjeblieft. Ja, laat me ook maar niet uitfluiten. Het hele gesprek met Lucas Tanjos. Ik kan me voorstellen dat dit naar meer smaakt. Kan je bekijken op Rijnmond.nl. Dat duurt een kwartier. Zeer het beluisteren en bekijken waard. Daarmee heb ik de laatste mededeling in deze Sportclub Rijnmond gedaan. We verwachten je graag aanstaande vrijdag weer bij onze voetbaltalkshow FC Rijnmond. Net als aanstaande zondagavond om 8:15. Graag tot dan en voor nu bedankt voor het kijken.